Hallo allemaal, ik ben Jovenio en welkom terug bij de Vuelta. De renners hebben een rustdag achter de rug en uh, ja, uh, de meesten zullen nog een rustdag hebben, want het is een compleet vlakke etappe vandaag van Salamanca naar Feldmocelli. Een etappe over 172,8 kilometer. Uh, op het einde wel nog een uh, beklimming van derde categorie, maar op zich die is die eigenlijk niet zo stil. Daarvoor is een veel stilere beklimming die dan niet gecatalogeerd is. Begrepen wie begrepen kan, maar op zich ja, we kunnen er nu niets aan doen. We gaan met Ila Viviani natuurlijk voor een tweede rit en of dat zal we kunnen zien in de etappe. Nog een 35 tal kilometer en we zijn op weg naar de voet van de enige klim van de dag. Het is een lange klim, maar enkel het begin is eigenlijk een beetje stil, dan gaat het zelf nog een stukje bij af. en dan is het vooral vals plat. Dus we moeten proberen dat Viviani hier niet al te veel krachten verliest. En uh, ja, vooral in het peloton blijft natuurlijk. En uh, ja, ook voor Sabatini zal het moeilijk worden, want uh, ja, die is natuurlijk geen echte klimmer. Vooraan, wel nog een kopje van zes renners die anderhalf minuut voorreden. Dit hier, Prades, Jetzebal, Louis Mas, bonnet dan Reto Hollenstein en Mitchell Docker. Maar op zich ja, die zullen wel niet voortblijven. Hier gaan we vooral moeten kijken naar Vigiani. Die zakt er nu wel al een klein beetje door. Dus uh, gaan we moeten zorgen dat hij vooraan blijft. Gaan we gaan moeten laten versnellen. Ook Sabatini mag dat doen. Want uh, ze moeten natuurlijk mee zijn met het peloton. En ze zitten toch wel heel ver achteraan. Dus we gaan misschien wel in de problemen komen. En uh, ja, Seru blijft gelukkig bij Viviani nog. En nu gaat hij wel een klein beetje naar voren. Moet nu wel nog verder naar voren natuurlijk dat we weer vooraan zitten. Zodanig dat we niet uh, ja, uh, achter een hartje komen te zetten en dat we verrast zijn en uh, een hele grote kloof hebben. Voorlopig is het goed. Waar is Sabatini? Sabatini moet wel alleen komen nu. Maar op zich dat zal wel lukken. En uh, voilà, we zitten hier weer waar we moeten zitten. Want achter ons, ja, toch wel een paar renners die het moeilijk hebben. Zijn er renners nog achter ons? Nee. Viviani en Sabatini zijn de laatste renners van ons. Nu gaat het gewoon nog licht vals plat omhoog. En dan is het compleet vlak. Dus uh, nu mag Viviani nog wat versnellen. Want we moeten helemaal vooraan raken, natuurlijk. Het is wel nog meer dan 20 kilometer. Maar uh, ja, liever te vroeg vooraan dan te laat. Want dan uh, is het natuurlijk onmogelijk om de etappe te winnen. Pieter Selly doet hier knap werk voor Elia Viviani. En Viviani zit vooraan en kan misschien nu nog wat krachten sparen. Sabatini, ja, uh, ja dat wordt moeilijk natuurlijk. En uh, Viviani is los. Samen met Sagan en Postelbergers. Uh, wel wat vreemd, maar ja, oké. Okay. We doen hem toch niet. Serie probeert hier nu al te volgen. Gaan we hier gewoon mee met Zagan die in de aanval is? Waarom niet? We gaan wel niet rijden, natuurlijk, want uh, ik ga gewoon op 80 zetten ook. Serie wel een uh, energiecel geven, want zijn krachten zijn bijna op. En eens kijken waar Sabatini zit. Sabatini zet veel te ver. Maar we gaan hem toch naar voren rijden. Misschien kunnen we hem wel nog ergens gebruiken. En uh, hier ligt het compleet stil. Dus, uh, uh, ja, dat komt natuurlijk omdat Sagan en uh, Viviani opnieuw ingerekend zijn. Dat had ik eventjes niet gezien. En uh, voilà. Sabatini zet ook waar hij moet zetten. En nu gaan we al snel onze sprint maken, natuurlijk. Het is maar 13 kilometer meer, Viviani mag in het van Markov natuurlijk, als ik Markov ergens vind, hier. Dan gaan we Markov even kijken, hoe gaan we dat doen? Sabatini is natuurlijk niet goed genoeg, dan gaan we naar Deveneens gaan waarschijnlijk. Dan gaan we niet anders kunnen. Voilà, en uh, ja, Sabatini mag misschien wel nog een beetje aan kop rijden nu. Daarvoor is hij wel nog goed genoeg. En uh, ja, we gaan kijken hoe ver we komen. Want ja, uh, de krachten zijn toch al redelijk uh, naar beneden gaan. En we gaan kijken, want de rest zit niet in ons wiel. Voilà, Sabatini mag nu opnieuw gaan. En zorgen dat Viviani mee is natuurlijk. Gaan we naar de andere kant. En die koffie die ze nu blijft maar in de weg rijden. Voilà. Sabatini mag nog energie een uh, nemen. Of geven aan iemand anders, van mij mag hij dat ook doen natuurlijk. Maar voor, het is belangrijk dat hij hem zelf neemt. Maar echt veel nut heeft het niet gehad. Want hij is al einde krachten. Dus nu mag David eens gaan. Dan hebben we nog Markov. Maar ja, die zijn hele bak is ook al bijna helemaal leeg. En het is nog altijd 7 kilometer. Dus ja, het wordt toch wel moeilijk. Vujani heeft daar nog kracht genoeg over. Maar eh, of dat hij in een goede positie aan het begin van de sprint gebracht gaat worden is iets anders. En de plus en mass zijn gelost. Hoe is dat nu mogelijk? O, mag, mogen we dan ook wel wat tempo gaan rijden? Nog niet op 95, Dit is nog iets te ver. Moet beide energie nemen. En Deveneens eh, is bijna in de krachten. Wat gaan we doen? We gaan Markov in het uur van Buhani zetten. Voorlopen, Markov mag zijn energiezel nemen. Ja, en hier gaat het tempo ook gewoon weer naar beneden, dus Markov mag zelf overnemen. Dat is eens kijken hoe het met MAS en uh, de plus -set. Die gaan waarschijnlijk wel bij het peloton komen. En uh, hier gaan we energiezel aan en Viviani geven. Nou, eventjes wachten tot 2 kilometer voor Markov de sprint in te zetten. Ja, nu mag hij sprinten en we gaan kijken. Ja, en daar zijn er al twee weg: Fellini en Nizzolo. En uh, nu mag Viviani komen te laat. Hij is te laat gekomen, maar kan hij door? Kan hij? Hij laat zichzelf insluiten en gaan we nog winnen? Nee, het is een tweede plaats opnieuw. Mikael Kwiatkowski wint de etappe. En wij lieten onszelf insluiten. Hoe is het mogelijk? En kijken, ja, Massa en de Plus zijn er nog bijgekomen. Dus dat is goed nieuws, die zullen geen tijdverlies hebben. En ja, achter ons ook niet echt meteen denk ik. Dus het hele peloton in dezelfde tijd. Kwiatkowski-Juventus, Viviani en Peter Sagan, dan verder Mike Teunissen, Tiesje Benoot, Alejandro van Verde, Danny van Poppel, Tony Galopin, Matteo Trentin en Daniel Martin. In het puntenklassement betekent dat dat Elia Viviani klemt naar een vierde plaats. Maar winnen zal er normaal niet inzetten, want er doet natuurlijk iemand mee als Alejandro Valverde. En als hij in dit soort ritten, zoals vandaag, een vlakke etappe ook nog naar de zesde plaats springt, wordt het wel redelijk onmogelijk om uh, ja, die groene trui in de wacht te slepen. Voor vandaag is het dan afgelopen met deze video en deze etappe. Morgen komen we terug met een nieuwe etappe. En ik wil je dan ook bedanken om het kijken. En tot de volgende dag.